Crayon heeft dit jaar ook voor de eerste keer gevraagd aan de landbouwers: wat zijn jullie sterke punten op jullie bedrijf en wat zijn jullie zwakke punten op het bedrijf? Wat zijn jullie bedreigingen of wat ervaren jullie als bedreigingen en wat ervaren jullie als mogelijke opportuniteiten? Daaruit blijkt dat voor de Vlaamse landbouwers de sterke punten de twee volgende zijn. Ten eerste de gezondheid van de bedrijfsleider, wat ook belangrijk is natuurlijk. En ten tweede de organisatie van hun bedrijf. Wat zijn de zwakke punten op hun bedrijf? Dat zijn de rol die ze hebben in de prijsbepaling van hun producten, want daar hebben ze geen vat op. En ten tweede de beschikbaarheid van landbouwgrond in de omgeving, wat op veel plaatsen toch wel een probleem is. Wat zijn dan de grootste bedreigingen voor de landbouwsector die de landbouwers ervaren als bedreiging voor hun bedrijf? Dat is de milieumaatregelen die op hun bedrijf afkomen, het wantrouwen in de overheid en allerhande reglementering die op hen afkomt waar ze geen vat op hebben. Wat zijn nu de opportuniteiten op een landbouwbedrijf? Dus landbouwers streven in eerste instantie een efficiëntieverbetering van hun bedrijfsvoering na. In tweede instantie halen zij aan vorming. Dus dat betekent dat zij vorming nodig hebben en advisering nodig hebben om hun efficiëntieverbetering op hun bedrijf te kunnen realiseren. En als derde, vierde, vijfde punt halen zij aan de automatisering, de informatisering en de precisielandbouw. Onze conclusie is dat land- en tuinbouwers toch nog altijd wel opportuniteiten zien in de sector, maar dat zij daarvoor een stabiel klimaat willen, een stabiel omgevingsklimaat willen, een stabiel regelgeving willen, een stabiel milieukader willen. En op die manier kunnen zij de toekomst hoopvol tegemoet blikken.